Yes mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is John en Naomi zit hier al op de grond en er is net zojuist wat bijzonders gebeurd. Ik heb het een beetje gefilmd op mijn telefoon, dus hier komen eerst wat beelden. What the fuck zit hier? Wat is dat? What the fuck, maat? Wat doe je? Er hebt hier een fucking muis in huis. Niet. Ja, echt? Waar? Gaan we vangen? Waar is die? Schrok me kapot, ouwe. Waar is die? Onder de bank zit die. Ja, ik zie hem. Ben je daar niet bang voor? Echt niet? Oké, ik had te verwachten, je zag hem flippen. Hoe ga je hem vangen dan? Met je handen? Ja, weet ik nog even. Ja, ik ben zwanger, hè? Dus ik kan hem niet aanraken. Ik vraag me af wat hij aan het doen is. Hij kan letterlijk hierheen lopen. Lijkt me of hij om hulp komt vragen, dat zie je toch wel eens. Wil je anders een bakje water voor hem pakken of melk? Wat moeten we doen, lieverd? Maar het is al twee keer dat hij komt. Misschien heeft er kleintjes hierin zitten die hulp nodig hebben ofzo. Zal ik anders even snel een huisje maken voor hem? Ik denk niet dat het een goed huis is, dan valt hij natuurlijk. Hij kan hier ook niet meer uit. Goeie. Misschien moet je gewoon het zakje neerleggen, dat hij in het zakje kan. Proef maar. Niet lekker, lieverd. Hij is gewoon niet bang. Hij is helemaal niet bang, dit is niet normaal. Hij maakt wel rare bewegingen. Hij komt twee keer naar ons toe. Dat is toch apart? Is op zijn snootje een beetje erin. Zo ja. Goed zo. Juist. Kijk. Goed zo, schatje. Goed zo. Ben je er weer? Oeh, vind ik eng. Hij is echt bij mijn vinger nu. Oh. Zal ik een lempje op je? Nee. Oh. Nee. Maat. Zet neer. Jij bent helemaal gek, ouwe. Je hebt nu gewoon een muis op je vinger. What the... Nee. Hou op, niet naar mij toe, ouwe. Ik vind het helemaal niks. Oh, dit is heel speciaal, dit. Hey, schatje. Ben je oké? Okay? What the... Hij knikt gewoon ja. Zag je dat? Ben je oké? Okay? Zie je dat? Dit hebben we nooit meegemaakt. Nee, ik ook niet. Er zit gewoon een wilde muis, zit nu gewoon bij de omi op de hand. Ik wilde hem water geven, dus ik kwam heel dichtbij. En toen in één keer wilde hij naar mijn vinger grijpen. En toen liep hij in één keer op mijn vinger. En nu zit hij gewoon stil. Misschien zoekt hij een soort warmte. Er is iets met hem aan de hand hoor. Hij... De staart aanraken. Ondertussen zit er dus gewoon een muis. Al een half uur bij de omi eigenlijk. Te knuffelen, zie je dat? Nu in het holletje te knuffelen. We hebben hem al een soort van water gegeven, eten gegeven. Ik heb nog wel in een bakje hoor. Daar komt mijn vader al aan. Met een bakje zie ik. Hij gaat hem niet vangen toch? Met nog een muis heb je jongen. En nou. Ja. Hij is een huismuis. Een huismuis. Hoe komt die dan? Nou, uit de kast. Oké, ja. Wat moet je ermee? Ik weet het echt niet. Wat was al? Ik vind dit wel heel fijn. Ja. Hij zit helemaal zo met zijn oortjes plat zo op, man. Kijk, bro. Pat, hè? Waar is die muis? Hij zit gewoon in de nek nu. Te slapen. Dit is. Ja, het slaapt hij? Hij ligt gewoon te chillen. Dit is ongehoord. Ik vind het echt strange. Hij ligt gewoon. Oké, ik ben thuis. Hij loopt daar. Oh nee, niet in. Niet in. Oh, Peter.
Sheila wil gewoon in het holletje zitten. Hij wil gewoon heel graag even in het holletje. Ik heb hetzelfde soort holletje gehad met een handdoek. Ik heb watjes gehad en ik heb twee soorten voer gehad. Dus ik zat te denken als we hem gewoon... Als ik kijk wat je allemaal hebt dan. Heb je geen... Je hebt geen holletje. Ja, dit. Dat is toch een holletje? We hadden geen huisje. Ja, nee. Kijk, ik heb hier een holletje voor hem. Met eten. Probeer hem eens erin te zetten. Nee, kom hier. Hij wil niet. Oh. Oké, okay, nou is weg. Terug naar het normale leven. Ik ben ontbijt aan het koken vandaag. Keertje wat anders. Kastanjechampignons met knoflook, selderij en 8 eieren met cayennepeper en bosui. Ik heb even gedoucht, goed gedoucht. Want ja, het is heel leuk en zo hoor dat ik hem vasthoud. Maar ja, ik blijf natuurlijk wel zwanger. Dus als hij ziektes draagt en zo, dan heb ik wel echt een probleem. Dus... Oh, wel een aparte ervaring zo in één keer. Het was heel bizar. Vooral op het moment dat het in één keer op je hand ging zitten, dacht ik van, wat doet ze nou? Wat doet ze nou, ja. Het moment is aangekomen. Mijn vader is onderweg hier naartoe. De reis gaat zo meteen beginnen naar Zweden. Ik heb hier wat spulletjes staan. Dat ga ik wel meenemen, want ik ga daar dus ook een video opnemen voor het echtpaar. Een trouwvideo. Dat doe ik namelijk ook nog. Mijn schatje is nog even de laatste maaltijd voor mij aan het snijden. En ze is wel erg stil nu, merk ik. Ik ben een beetje aan het denken bij jij. Ja. Oh, meneer babyhond. Ik heb geen zorgen gemaakt, schatje. Ik kom veilig terug voor jou. Ik kan niet van jou, ik wil niet van jou. En wij worden nu natuurlijk trots papa en mama straks. Dus moeten veilig hier weer terugkomen. Oké. Okay. Gewoon te huilen hierom. Ik vind het huilen, schatje. Nou, ik vind het wel moeilijk. Ik kan me altijd bellen. Ik mag me altijd opbellen als het is. Niet gelijk over 5 minuten. Ik kom terug voor jou, baby. Ik vind het gewoon een beetje spannend. Snap ik, maar dat maakt ook niks uit. Het hoort er allebei. Het zijn allemaal momenten in het leven, groeien van. Het is weer echt zo fijn als ik weer terugkom. Gewoon lekker bidden als je naar bed gaat. Gezond eten. Positief blijven. Lekker vlogjes bewerken. Morgen lekker sporten. Komt helemaal goed. En voor je het weet ben ik weer terug. Oké, schatje. Dankjewel voor het eten wat je hebt gemaakt voor mij. Ja, dat is niet heel bijzonder. Er was niks meer. Het is precies goed. Het in de auto, simpele maaltijden. Alles ongekookt. Wat kruiden ze doorheen? En ongebakken, lekker puur natuurlijk, zout, peper en cayenne erop. Oké dan, daar gaan we. De reis gaat beginnen. En als ik het zo bekijk, is het 1501 kilometer. Dus als we dan non-stop doorrijden, komen we er om 7:30 ochtends aan. En het is 16 uur rijden. Oké, we zijn weer terug naar huis, want we hebben net een bericht gelezen. Er schijnen een hoop muggen te zitten, verschillende soorten, maten en groottes. En we moeten eigen bedden dingen en zo meenemen. Dus handdoeken, bedden, dekbed, kussens. Dus we zijn eigenlijk alweer terug. Klopt. Dus, maar in ieder geval, we zijn weer terug in Spakenburg. We zijn in Zweden. Alleen we zijn nu al uren aan het rijden. Het is momenteel alweer licht aan het worden. We hebben de nacht doorgehad. We zijn al uren op zoek naar koffie. Ik heb er geen oude dicht gedaan. 2 uurtjes. Dus wij nu gewoon bij een pomp zijn we nu gewoon stroom aan het rippen eigenlijk. We waren net over meteen heen gereden met de auto. Ik mag best even lachen. Je zet je lach gewoon in te houden net. Daar voel je niks aan. Nee. Want ik dacht dat hij... Ik denk dat hij is gebreuken. Nee. Maar ik kan hem weer bewegen. Ik voelde mijn bot zo naar beneden zakken. Maar we hebben nog 3 uur of zo, hè? Ja.
betekent het gewoon weer, man. Kan ik niet vertellen. Ja, dat zou wel. Donder. Oké, okay, volgende pitstop. 2,5 uur. Mijn pa is even aan het kijken in de bosjes. Alles is dicht. Er zijn geen wc's en geen tankstation nog open. Dus noodbrekwet. Maar in principe is het wel de beste manier om te poepen in de natuur. Wegen en klaar. Ziet er nog best fit uit, zeg ik eerlijk. En ik heb hier mijn schatje aan de lijn. Ja, ja. Moet je nagaan, wij zijn nog steeds aan het draaien eigenlijk. En jij gewoon gewerkt, in bed gegaan, wordt nu wakker, weet je wel. En wij zijn nog steeds aan het draaien. Dat is heel bos, dus ik dacht, ja, laat me zitten, ik ga even slapen. Maar goed, we zijn aangekomen. Het is ja, een authentiek Zweeds optrekje, zeg maar. Zelf, die eigenaar heeft zelfs een eigen rodebaan gemaakt van 115 meter. De twee kinderen die daar zitten lopen gaan nu vanaf met een eigen gemaakte kar. Gewoon van een skelter of een grasmaaier. Ik ben een klein beetje moe. Weinig emotie. Het is super rustig hier. Super rustgevend. Dus, even back to the nature. Kijk, gaan we eens even kijken. Kijk, dat is helemaal tot daar. En dan ga je eigenlijk hier helemaal... Op zich wel grappig. Ik denk dat ik er wel echt lang over heb gedaan om te maken. Is wat mijn vader al gelijk zei, van, ja, het lijkt me ook wel wat eigenlijk, hè, zo'n plekje. Zei, ja, mij ook wel, maat. Alleen, we hebben dus niet geslapen. Ja, ik 2 uurtjes, mijn vader een uurtje. Ik dacht, wat er een. Er valt er eentje. Bij zuiden. Nee, die, had gewoon, die hadden wij gewoon met pranks nog wel kunnen maken eigenlijk, zoiets. Ja, inderdaad. Ik weet al niet meer wat ik precies heb gevlogd. Klein beetje een blackout, omdat we echt weinig hebben geslapen. We hebben gewoon letterlijk de nacht overgeslagen. Maar in ieder geval, dit is de kamer van mij en mijn vader. We zijn nu lekker buiten aan het barbecuen. Alle gasten komen nu een klein beetje binnen druppelen. In Zweden is het dus een ongeschreven regel dat je mensen die ja, eigenlijk niks te maken hebben met social media, ze niet zeg maar, zo op social media gaat zetten. Dus dat werd ook een beetje gevraagd, zeg maar. Dus, nou, dat ik voornamelijk mezelf gewoon eventjes ga vloggen en mijn vader. Lekker aan het barbecuen. Kip nog van de omi's. Verjaardagje. En ik ben blij dat we deze mee hebben genomen, maat. Ik ook. Lekker, moet kijken hoe lekker het eruit ziet, joh. Ik ben een beetje meegenomen, ja. Heerlijk, vergeet. Ik denk dat we goed zijn, ja, bijna. Lekker. Hier schijnt dus de sauna te zijn. Ja, sauna gaat door ons meestal op elektriciteit en zo. Hier steek je dus gewoon een vuurtje in de kachel, wacht je tot de kolen warm zijn en dan gooi je er gewoon even water overheen. Of dan giet je er voorzichtig wat water overheen. Het is lekker authentiek Zweeds. Het is super relaxed. Ik kom helemaal tot rust. Alleen ja, we zijn dus een beetje moe. Het is niet heel mooi weer. Dat is wel een beetje jammer. Maar zoals in Nederland hebben we niet veel wind. En dat is wel een voordeel. Ja, voor de rest ga ik eigenlijk niet heel veel doen. Want ik ga een beetje uitrusten. Oké, het is 's avonds. Ik wil eigenlijk naar bed gaan. Toen dacht ik, oh ja, shit, ik moet de hele vlog nog afsluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Oké, mensen. Gewoon nog steeds wakker, hoe laat is het? 11 uur. Ik weet niet eens meer hoe lang ik wakker ben, maar... Het is echt heel lang. Het is al meer dan 24 uur. 25 uur. 60, 7. Kijken, 4, 10, 6. 30 uur. 30 uur.